En hier zie je dan af en toe van die dennenappeltjes liggen. Meestal heeft hij een bepaalde spechsmitsen. Dat is een bepaalde plek in een boom. En dan heeft hij een vee in de tak zitten, erin. En dan kan hij zo die zaadjes eruit hakken. En dat vind je meestal onder een boom en dan liggen er een hele stapel. Dat doet die specht dus ook, die hakt. Nou, deze is al lekker vermolmd. Dus eten, eten, eten. Hier zie je een dunne gangetje. Hij eten, 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 eten. Hij wordt steeds dikker. Dus... Nou, die gang die wordt ook steeds breder. Nou, en dan op een gegeven moment gaat hij verpoppen. En dan kan hij met een boordje wat hij aan zijn kop heeft, kan hij naar buiten. Ja, en dan kan hij wegvliegen. Ja, aan de overkant, bij de weilanden, leven altijd een groep reeën. En soms zitten ze hier, soms zitten ze daar. En je kunt dus hier aan dit pad allemaal reeën zien. Hier heeft een groep kassen in gezeten. Oh, dat was het wel. In deze bult. Eitje gelegd en dan eet hij zich vol. En dan kruipt hij er weer uit. Bladmineren noemen ze dat. Chique woord. Ja.